gewoon eerlijk zijn. Eerlijk zijn hoe de zaken ervoor staan. Elk land weer apart. Wat? Elk land weer op zichzelf. Dus u bent eigenlijk verloren voor Europa? Ik ben verloren voor Europa. Voor gezamenlijk Europa, ja, ben ik verloren. Trekt u zich dit nou aan? Ja, en ik maak me hier al een aantal jaren ernstig zorgen ook over. Want je ziet op de flanken in de Nederlandse politiek, dan heb je euroceptische of anti-Europese partijen. Maar van de regeringspartijen heb ik de afgelopen jaren weinig het verhaal van Europa gehoord. Neem nou het CDA de afgelopen 2 jaar. Ik moet eerlijk gezegd het CDA compliment geven, want sinds het katshuisberaad is geklapt, klinkt het CDA wat Europeeser. Maar bijvoorbeeld het afgelopen kabinet met staatssecretaris Bleker. Bedoel, als iemand een hekel had aan Brussel en al die problemen komen van Brussel, dan was het iemand van de regeringspartij, van een positief Europese partij. Er is een regeringspartij die in de kern, maar dat moet u graag zelf toelichten, pro-Europees is, maar ze uiten soms een ander geluid en dat heeft invloed op de mening van de mensen op straat? Is dat uw rekening? Je kan zeggen dat het Europese verhaal gedwarsboomd wordt om te vertellen. Niet alleen door partijen op de flanken, maar ook door regeringspartijen. En het eerlijke verhaal, die mevrouw die net in dat filmpje, vertel het eerlijke verhaal. Heel veel mensen hebben in de dagelijkse praktijk het idee dat ze helemaal niks met Europa te maken hebben. En als ze wat van Europa horen, en dan zeg ik toch in de richting van de heer Elfacet, ja, dan komt het vaak niet door Europa, maar dan komt het vaak doordat richtlijnen van Europa in ons eigen nationale parlement, door partijen zoals die van GroenLinks, nog even voorzien worden van een paar nationale koppen, waardoor onze mensen in Nederland op achterstand komen ten opzichte van andere Europese landen. En dan is het niet de schuld van Europa, dan is het de schuld van partijen in het nationale parlement, die dus afwijken van de gedachte van het level playing field, van dingen samen doen in Europa om een gelijk speelveld te creëren, en die dan nationale koppen op wetgeving zetten. Als ik vandaag de CPB-doorrekening kijk, door het CDA, die haalt niet eens de CO2-doelstelling die we Europees hebben afgesproken. Ja. Ik begrijp de voorbeelden en ik begrijp het debat wat u voert, maar binnen 5 minuten dat wij hier in gesprek zijn, heb ik het idee dat we alweer weglopen van het filmpje, waarin dus Nederlanders worden geïnterviewd en heel bazaal vanuit hun onderbuik zeggen het gevoel over Europa. Nu blijkt uit de peiling, wat ook in het Rijk achter de dijk staat, dat 11% van de kiezers er vertrouwen in heeft dat Nederlandse politici hun belangen goed behartigen in Brussel. 11% van de kiezers. Ja. Wat is er gebeurd? Dat is heel laag. Meneer Knops, wat dat is er gebeurd? Dat is heel laag, maar dat is, en daar ben ik niet trots op, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld provinciale staten of wat dan ook. En dat heeft te maken met de afstand tussen burger en politiek, waar die dan ook in zit. En het heeft ook te maken met het feit dat het belang er niet is. De belangen zijn hartstikke verschillend. Er zijn steeds meer partijen in het Nederlands parlement met allemaal hun eigen agenda's. Die hebben allemaal een bepaalde aanhang. Dat zal ook deze verkiezing weer blijken. En dat maakt het dus ook heel moeilijk om te spreken van het belang. Want het belang van Elfacet hoeft niet mijn belang te zijn, althans niet van onze partijen. En zo maar ingewikkeld is het dus. Ik begrijp uw uitleg wel, maar vindt u dit niet een beetje een technische uitleg? Mijn vraag over wat is er gebeurd gaat ook over, blijkbaar is er toch een onderbuikgevoel bij kiezers. Ja. Wat ook uw collega's van de SP en van de PVV, laten we zeggen, op inhaken, laat ik het maar zo. Hè. Zij verwoorden een geluid wat veel kiezers ook verwoorden, blijkt ook in onderzoek. Hoe en waarom en hoe is het nou gebeurd dat we die kiezer in het contact, in het uitleggen kwijt zijn geraakt? Dat komt omdat, en dat blijkt ook vanavond weer, Europa buitengewoon ingewikkeld is. Buitengewoon ingewikkeld om hier al over te spreken. Laat staan dat je het uit kunt leggen aan een kiezer. Is het te wijten aan de regeringspartijen of aan alle partijen? Ik denk dat alle partijen daar debet aan zijn. Het zou goed zijn als er Europese kieslijsten zijn. Bij de Europese verkiezingen zie je toch vaak een soort replica van nationale verkiezingen. Ja. Terwijl als je Europese kieslijsten zou hebben, dan gaat het over wat is de Europese visie van de Europese christendemocraten? Of wat is de Europese visie? Zou je dat willen? Ja, dat willen we heel graag. Europese kieslijsten? Dus directe democratie? Omdat dan het debat gaat over waar wil je heen als Europa? En niet zozeer waar wil je heen als Nederland of België of Frankrijk. Ja, goed idee, meneer Knops. Nou, laten we zeggen, dat heeft een hoog maakbaarheidsgehalte, dit idee. Want als je nu in Griekenland aankomt en je begint over het klimaat, dan denk ik dat geen Griek daarin geïnteresseerd is. Want die hebben hele andere problemen. Ja. Helemaal tot slot, hoe haken we, kun je nou in gewoon Nederlands uitleggen, hoe haken we die burger weer aan?
door heel veel mensen te praten, door de discussie te aan te gaan, door de zorgen te verstaan en te snappen waar dat vandaan komt. Nou ja, de praktijk van veel mensen is, wanneer kom je Europa tegen? En ik ben blij dat Europa een onderwerp is van het debat nu. Ja. Maar dat moet niet ophouden na verkiezingen. Dat debat moet blijven gaan. En je ziet in de voorgaande jaren, nou ja, dan zit je in kleine zaaltjes met heel weinig mensen. Terwijl die zorgen wel heel erg leven. Ik begrijp het. Arjan Elfasset en Raymond Knops, dankjewel. Met applaus.